Hey iedereen, vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En vandaag ga ik alles in verband met mijn voortstuderen aan jullie uitleggen, vertellen, echt alles erop en eraan. Ik kwam op het idee om deze video te maken, omdat ik ten eerste dit al eens heb uitgelegd in mijn Road to Graduate. Road to Graduate. En toen heb ik gemerkt dat niet echt heel veel mensen dat hebben gezien precies. Want ik kreeg nog altijd vragen van wat ga je voor het studeren. En ik heb ook vandaag zo'n kadertje op Instagram gezet waarin je zo vragen kan stellen. Met de vraag of dat ze video-ideeën willen geven of dat jullie video-ideeën willen geven. En toen heb ik heel veel antwoorden gekregen om een video te maken in verband met school. En ook of ik mijn studierichting wil uitleggen, wat ik ga voorstuderen, zo van die vragen. Dus ik dacht, ik maak gewoon een video waarin ik uitleg wat ik ga voorstuderen. Voor we verder gaan met deze video, wil ik jullie eerst alvast even vragen om deze video een duimpje omhoog te geven. En ook zeker al even te abonneren hieronder. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En zo blijf je ook op de hoogte van mijn nieuwste video's. En ook om mij eventjes te volgen op Instagram, want daar ga ik vanaf nu op mijn verhaal meer van die dingen zetten. Zo moet jij het ook niet altijd missen. Dus dat gezegd, gaan we nu gewoon echt beginnen. Ik ga gewoon even in het algemeen zeggen wat ik ga voortstuderen. Ik ga voor verpleegkunde. En nu denk je misschien, kom je daarbij? En waarom? En wat wil je daar nou mee worden? Of wat specifiek wil je daarmee gaan doen? En dat ga ik nu allemaal uitleggen. Dus het is eigenlijk gekomen, in het zesde heb ik een spreekbeurt gegeven over vroedvrouw. En toen heb ik heel lang gezegd dat ik vroedvrouw wou worden. Tot op het moment dat ik er eigenlijk op uitkwam, dat kwam dat vroedvrouwen meer met de mama's bezig waren dan met de baby's. En ik wou heel graag een beroep waarbij ik met baby's bezig was. En toen was dat programma op tv iets van nieuw leven of echt leven. Iets met baby's en geboren worden en zo. En dat programma heb ik heel erg gevolgd. Ik heb daar bijna alle afleveringen van gezien, want ik was heel erg geïnteresseerd daarin. Want daar werden baby's getoond die op de neonatologie lagen. En neonatologie is een heel moeilijk woord. Dat wil eigenlijk gewoon zeggen intensief zorgen voor premature baby's. Voornamelijk voor premature baby's. Er liggen soms ook andere baby's die niet per se te vroeg geboren zijn. Maar een premature baby is een baby die nog heel erg onderontwikkeld is. Of gewoon op zich te vroeg geboren. Waarvan de longen nog niet rijp zijn, waarvan ze nog te klein zijn, nog niet zelfstandig kunnen ademen. Zo van die dingen. En die, als ze dan geboren worden, dan gaan ze onmiddellijk naar een neonatologie. Naar de neonatologische afdeling. Amai, dat is echt een moeilijk woord. En dan zijn er dus verpleegsters die de baby's helpen in leven te houden. En ze laten groeien. En dat beroep, dat wil ik heel graag doen. Ik wil heel graag zo'n verpleegster zijn die de baby's helpt groter te worden en sterker te worden en te ontwikkelen. En ik weet dat je dan ook meer bezig bent met de medische kant en niet echt met de baby zelf. Maar ik vind het zo'n mooi idee om die baby'tjes te kunnen helpen. Ik weet, oké, het gaat ook mis. Er sterven ook baby's, hoe hard dat ook klinkt. Maar het lijkt me zo'n mooi beroep. En dat wil ik dus heel graag worden. En zo ben ik er dus op uitgekomen. En sindsdien heb ik gezegd, ik wil heel graag verpleegster neonatologie worden. En toen ben ik beginnen opzoeken hoe je dat kan worden. En dan kwam ik uit bij de richting verpleegkunde. En daarna moest je dan nog, eigenlijk is aangeraden, specialisatiejaren doen waarin je dan specificeert in de neonatologie. En dat is een panaba, of als het bij mij zo ver gaat zijn, gaat dat waarschijnlijk een postgraduaat zijn. Ook allemaal moeilijke woorden, maar dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat je nog een opleiding volgt na je eerste opleiding. Die panaba heet panaba heet pediatrie neonatologie. En pediatrie wil zeggen kinderzorg. Dus daar kan je ook mee gaan werken op de kinderafdeling. Dus stel je voor, neonatologie is wat te hoog gegrepen of daar is nog geen werk in. Dan kan ik ook aan de slag op de pediatrie en dat is ook bij de kinderen. En dat zou ik ook heel erg leuk vinden. Nu,
allemaal dat uitgelegd te hebben, ik denk toch dat ik niks vergeten ben, zal ik eventjes vertellen over de richting zelf en waar ik het ga studeren. Of ik op kot ga en ja, heel dierentam. Dus ik ga in Turnhout mijn opleiding volgen. Ik heb dat al uitgelegd in een vlog dat ik eigenlijk niet wil vertellen waar ik ging studeren. Maar ja, ik ga het nu gewoon toch vertellen, want ja, ik weet niet, als andere mensen nog een school zoeken. Ik ben tijdens de open deurdagen van de hogeschool naar Turnhout en Antwerpen geweest. Turnhout is voor mij dichterbij en dan hoef ik niet op kot, dan kan ik pendelen. Antwerpen, dan moet ik op kot, want dan, anders moet ik eerst een bus nemen, dan een trein en dan nog een tram. En dat is te veel, dat klinkt misschien niet veel, maar dan ben ik echt bijna 2 uur onderweg. Dus dat zouden we, dat is gewoon geen optie. En ik ben dan aan de open deurdag geweest. En ik heb altijd gezegd dat ik naar Antwerpen wou, want die school was blijkbaar heel goed. En Turnhout, daar wist ik eigenlijk niet veel over. Maar dan ben ik dus naar die open deurdagen geweest. En dan merkte ik eigenlijk dat zowel Antwerpen als Turnhout hetzelfde is. En ja, qua sfeer voelde Turnhout zo net iets een tikkeltje beter aan, toch? Wat ik niet echt verwachtte, maar achteraf gezien toch wel. Ik heb altijd zo een beetje anti-Thomas More geweest, omdat die zo heel aanwezig waren in het schoolleven. Zo Thomas More dit en Thomas More dat. Maar nu dat ik er zo op uit ben gekomen, ja, sta ik toch volledig achter mijn keuze. Dus ik ga in Turnhout dat volgen. Ik weet ook dat je in Lier dat kan gaan volgen, maar dan zou ik eigenlijk ook in principe op kot moeten. En ja, waarom Lier of Antwerpen als je ook naar Turnhout kan en het toch eigenlijk even goed is. Ik kan dus elke morgen met de bus naar school en dat vind ik heel leuk, want dan kan ik ook blijven dansen. Dat was ook een beetje een reden dat ik dan uiteindelijk toch voor Turnhout heb gekozen. De school waren even goed, dus dan kies ik toch Turnhout, kan ik blijven dansen, moet ik niet op kot. En niet dat ik per se bang had om op kot te gaan of geen zin om op kot te gaan. Maar ik ben een paar jaar geleden verhuisd. En ik ben hier eigenlijk zeg maar net opnieuw begonnen in een nieuwe omgeving. En nieuwe mensen leren kennen. Dat ik niet per se de behoefte had om weer helemaal ergens anders opnieuw te beginnen. Het is niet dat ik niet snel mensen leer kennen. Omdat ik niet sociaal ben ofzo. Want dat is wel allemaal. Maar ik had gewoon, ik heb mij hier net zo wat gevestigd eigenlijk. Dus ik wil niet zo precies weer ergens anders heen gaan. Ik wil gewoon nieuwe mensen leren kennen die hier ook in de buurt zijn. Oh, amai. Die hier ook van in de buurt zijn en zo. Want, ja. En, nu ga ik iets zeggen wat misschien niet echt helemaal, niet per se gezegd moet zeggen. Maar de Antwerpse mentaliteit is anders dan mijn mentaliteit. En dat botste precies ook een beetje zo. Ja, ik weet niet. De sfeer in de school van Antwerpen was zo meer, ik weet niet, dat was heel aanwezig. En Turnhout was zo nogal, allee, die legde dat zo anders uit. Ik weet niet, iets voelde beter aan in Turnhout dan in Antwerpen. Maar ik heb het warm. Ja, dat was dus eigenlijk een beetje van mijn school en zo. Nu ga ik nog wat uitleggen over de richting zelf. Dus je krijgt vooral in het eerste jaar krijg je alle algemene vakken zoals anatomie, maar ook ethiek, klinische zorg. Je leert ook hoe dat je mensen moet wassen, spuitjes geven, maagzonden steken, zo van die dingen. Dat leer je denk ik al allemaal in het eerste jaar. En ik heb al 8 weken stage in mijn eerste jaar, waarvan ik denk ik zelf al echt dingen mag doen en dat niet enkel kijkstage is. En dan heb ik ook natuurlijk examens 2 keer in het jaar. En ik hoop dan natuurlijk dit te kunnen beëindigen zonder herexamens. Dat zou ik heel leuk vinden. En ja, voor de rest, ik begin echt officieel met mijn lessen, begin ik 19 september. 14 september is het onthaaldag, 17 en 18 is het nog 2 ontmoetingsdagen en dan 19 is het zo eigenlijk echt beginnen. En dan, ja, ik vind het wel best spannend. Ik heb er wel zin in eigenlijk. Er gaan ook nog twee anderen mee van mijn vorige klas, dus van het 6e middelbaar. Die gaan ook mee naar Turnhout. Daar ga ik waarschijnlijk hopelijk ook bij in de groep zitten. Want ze gaan ons waarschijnlijk opsplitsen in groepen. Dus dat zou ik wel plezant vinden als ik daarbij zit. Want dan heb je vooral in het begin al een houvast bij die twee. En dan leer je, ja, je gaat sowieso nieuwe mensen leren kennen. Daar heb ik ook heel veel zin in. Want ik leer graag nieuwe mensen kennen of zo, ik weet niet. Ik vind dat altijd heel plezant. En ik hoop ook dat het mij gaat bevallen natuurlijk. Dat ik het een toffe richting ga vinden. Moest dat niet zijn, heb ik niet echt een plan B.
Maar ik denk niet dat een plan B nodig gaat zijn. Moesten jullie nu nog vragen hebben in verband met de richting verpleegkunde of dat je zelf nog twijfelt om die richting te gaan doen? Ik ben nog geen ervaringsdeskundige, ik kan dus nog niet zeggen hoe het is. Maar ik kan wel, als je er nog iets over wilt weten, ik weet niet, ik zou niet kunnen bedenken waar, maar dan mag je dat altijd in de comments vragen. Of stuur mijn berichtje op Instagram of zo. Mag je altijd doen. Ik zal er zeker met plezier op antwoorden. Voor nu wil ik de video graag afsluiten. En nog eens vragen om deze video zeker een duimpje omhoog te doen. Zeker te abonneren. En als je dus nog vragen hebt of iets wilt weten, dan weet je mij te vinden. Tot de volgende keer. Dag!